Ja, dames en heren, de Utrecht Centraal Station, zoals eerder gezegd, zullen we vandaag dan binnen gaan komen op spoor 18. Ik ben zojuist aangekomen op Utrecht Centraal en ben op tijd. Ik kan meteen naar spoor 18 door naar spoor 19. En ik heb eigenlijk ook maar een paar minuten te wachten, dus dat moet wel niet uit. Daar komt hij hoor. Oké, laten we gaan met vandaag. Ik ben er zojuist achter gekomen dat ik, ondanks dat ik toch nog aardig op tijd was, de bus heb gepakt in de verkeerde richting. Dus ik ben nu terug aan het lopen en ja, de eerstvolgende bus in de goede richting die komt sowieso pas over een kwartier. Dus ja, het is wel echt even een tegenvallertje. Er schijnt hier volgens mij wel een Lidl in de buurt zitten. Dus als troost ga ik denk ik daar gewoon even wat noten halen. Als ze dat hier hebben, maar ik ga er wel van uit. Echt even behoorlijk aan het kriebelen. Oké, nou ik heb de bus kunnen pakken. Ik heb ook meteen een beetje. Kijk, daar staat, als je het goed kan zien, BWF. Maar ik heb geen tijd om een goede shot te krijgen. Ik moet gewoon opschieten. Oké. Zo hé. Ik ben gewoon meer dan een half uur te laat. Echt super zuur. Ik ga het zo ook wel uitleggen, want het was natuurlijk ook wel naar dat de treinen niet reden vanuit Horen. Maar ja, ik ben er nu in ieder geval. Dus we gaan even kennis maken met Team Panda. Oké, nou, ik spreek jullie straks wel weer. Nou, ik loop hier nu al weer op Sloterdijk. Ik ben veel vroeger terug, in ieder geval dichtbij Horen dan ik had verwacht. Want ja, het ging eerder natuurlijk niet zo lekker. De treinen reden niet. En op een gegeven moment zat ik in een bus die de verkeerde kant op ging. Maar ja, de meeting ging best wel goed. Ik heb mijn team ontmoet, Team Panda. En hetgene wat hartstikke chill is, is dat ik dus ook een geluidsman heb weten te fixen voor wanneer ik straks die Siberische tijger ga filmen in Ouwehands. Dus dat is hartstikke chill. En die persoon die heeft me ook gewoon nog naar Sloterdijk kunnen brengen. Dus nou ja, toch nog wel weer super chill afgesloten. En ja, ik heb er zin in en we gaan ons inzetten voor WNF. Oké. Avatar Siggy, out of here. Nou ja, dat was dus een beetje mijn dag naar en terug van WNF. Het is uiteindelijk wel gewoon goed gekomen. En het was niet super erg dat ik een beetje vertraagd was geraakt. Maar die video die ik dus noemde van die Siberische tijger, die er nu aan zit te komen, die komt er inderdaad dus gewoon aan. Maar laat het dus jullie niet weerhouden in het tonen van jullie betrokkenheid en support. Want we kunnen alle steun gebruiken. We moeten namelijk echt die tijgers steunen en dat aantal proberen te verdubbelen. Dus steun mij en klik op de link boven of onder dit videootje, dat weet ik nog niet. Ja. En sorry voordat ik zoveel van onderaan het filmen was. Dat was niet echt bepaald vrij. Dus ja. Oké. Doeg!